6 ingrediënten die acne van binnenuit behandelen. 6 ingrediënten die acne van binnenuit behandelen. Wist je dat een van de meest doeltreffende manieren om af te komen van acne is om het van binnenuit te bestrijden? Gebruik natuurlijke ingrediënten, die helpen om het lichaam te zuiveren. Vlekjes en mee-eters treden op tijdens onze tienerjaren. Dit is te wijten aan hormonale veranderingen, maar soms blijven ze nog meerdere jaren aanwezig wanneer we al volwassen zijn. Ook acne behoort tot dit soort huidproblemen. De huid is een weerspiegeling van onze gezondheid. We moeten dus verschillende behandelingen uitproberen die acne van binnenuit behandelen. In dit artikel vertellen we wat de meest doeltreffende zijn. Als je last blijft hebben van acne, miljoenen mensen ter wereld hebben zo nu en dan last van acne, ongeacht hun leeftijd. Deze chronische periodes kunnen licht of ernstig en zelfs pijnlijk zijn en soms echt niet om aan te zien. Deze kleine knobbeltjes met gele kopjes, die uitpuilen op het gezicht, de rug of de armen, zijn niet echt mooi. We moeten ze behandelen zodat ze zo vlug mogelijk verdwijnen zonder letsels of littekens achter te laten. Er bestaan veel externe behandelingen voor acne, zowel natuurlijke als kunstmatige, die de vlekken verwijderen. Maar wat we zeker weten, is dat we beter voor onze binnenkant moeten zorgen om te voorkomen dat het verder nog uitbreekt. Bij volwassenen treedt acne in de meeste gevallen op omdat de hormonale activiteit vermeerdert, bijvoorbeeld bij vrouwen tijdens de zwangerschap of de menstruatie, maar het kan ook het resultaat zijn van een overmatige talgproductie in de huid. Als dit gecombineerd wordt met stress, een gebrek aan beweging en ongezonde voeding, dan kunnen we begrijpen waarom sommige mensen nog steeds mee-eters hebben, hoewel ze al ver voorbij hun puberteit zijn. Interne remedies die acne van binnenuit behandelen: jezelf voldoende hydrateren, drink 2 liter water per dag en voeg sappen en natuurlijke aftreksels toe aan de maaltijden, sporten en veel rauw fruit en rauwe groenten eten, is onontbeerlijk. We kunnen de situatie ook verbeteren door de voordelen te halen uit de positieve effecten van bepaalde natuurlijke ingrediënten. Dressing met knoflook en olijfolie in plaats van industriële specerijen te gebruiken vol vet en zout, raden we je aan om een mengeling van knoflook en olijfolie te gebruiken voor je salades. Deze dressing is echt heerlijk. Het zal een andere smaak aan je maaltijden geven en het goede nieuws is dat het ook helpt om van binnenuit de gezondheid van de huid te verbeteren. Je kan de dressing al op voorhand klaarmaken en hem tot 3 weken in de koelkast bewaren. Welke ingrediënten heb je nodig? 4 knoflookteentjes, 4 eetlepels olijfolie. Hoe maak je de dressing klaar? Pel de knoflookteentjes en snij ze doormidden. Doe ze dan in een glazen kom die je luchtdicht kunt afsluiten. Voeg nu de olijfolie tot het de knoflook volledige bedekt, misschien zal je meer dan 4 eetlepels nodig hebben. Sluit de kom goed af en laat het gedurende 48 uur marineren voor je het gebruikt bij je maaltijden. Groene thee. De veelzijdige voordelen van groene thee voor de gezondheid kunnen niet onopgemerkt blijven. Het bevat grote hoeveelheden antioxidanten. Dat maakt het mogelijk om de kenmerkende ontsteking te verminderen.
Tegelijkertijd reinigt het lichaam van gifstoffen en houdt het de niveaus van androgeen onder controle. Wanneer dit in een hoog gehalte aanwezig is, veroorzaakt het vlekken. Drink elke dag tot 3 koppen van deze thee. Je kan dit drankje maken met theezakjes of met droge blaadjes die je in gezondheidswinkels kunt kopen. Thee van grote klis. Deze plant heeft vele eigenschappen en helpt als je acne van binnenuit behandelen wilt. Het werkt onder andere zuiverend en vochtafdrijvend. De voordelen van grote klis thee zijn ontelbaar. Vooral mensen die gevoelig zijn voor vlekjes, mee-eters en onzuiverheden van de huid, kunnen de positieve effecten ervaren. Welke ingrediënten heb je nodig? 1 kop water, 250 ml, 1 theelepel grote kliswortel, 5 g. Hoe maak je deze thee klaar? Warm het water op. Wanneer het kookt, dan voeg je de grote kliswortel toe. Kook het gedurende 10 minuten en verwijder het dan van het vuur. Laat het nu 10 minuten staan, filter het dan en drink het op. Je kan het 1 keer per dag drinken, na de lunch of na het avondmaal. Het helpt ook bij de vertering. Venkelthee met citroensap. Deze combinatie is erg doeltreffend en zal acne van binnenuit behandelen. Venkel bezit zuiverende eigenschappen. Je kan op de zaden kauwen of ze toevoegen aan de maaltijden, maar je kan ook van de voordelen genieten door het als thee te drinken. Welke ingrediënten heb je nodig? 1 kop water, 250 ml, 1 eetlepel venkelzaden, 10 g, het sap van 1 citroen. Hoe maak je het klaar? Warm het water op. Wanneer het kookt, voeg je de venkelzaden toe. Laat het gedurende 10 minuten koken. Verwijder het daarna van het vuur en laat het 10 minuten staan. Filter het dan en voeg het citroensap toe. Drink deze thee zo heet mogelijk, voor je gaat slapen. Rozemarijnthee. Rozemarijn is ongetwijfeld een van de meest aanbevolen planten voor mensen die last hebben van acne. Dat komt omdat het krachtige antibacteriële en geweldige ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Je kan zowel de blaadjes als de bloemen van rozemarijn gebruiken voor de thee. Welke ingrediënten heb je nodig? 1 eetlepel gedroogde rozemarijn, 10 g, 1 kop water, 250 ml. Hoe maak je het klaar? Doe het water en de rozemarijn in een pan en breng het aan de kook. Wanneer het kookt, laat je het nog 10 minuten verder koken. Verwijder het dan van het vuur. Laat het nu nog 10 minuten staan. Daarna filter je het drankje en drink je het. Als je wil, kan je het zoeten met een eetlepel honing. We raden aan om elke dag 3 koppen te drinken 's morgens, in de namiddag en 's avonds. Een aftreksel van viooltjes. Deze plant heeft erg interessante effecten op mensen met een vette huid en zal acne van binnenuit behandelen. Viooltjes hebben zuiverende en stimulerende eigenschappen voor de lever. Op die manier zorgen ze ervoor dat het lichaam onzuiverheden kan verwijderen en de afscheiding van talg afremmen. Welke ingrediënten heb je nodig? 1 eetlepel viooltjes, 10 g, 1 kop water, 250 ml. Hoe maak je het klaar? Kook het water en de bloemen gedurende 10 minuten. Verwijder het dan van het vuur en laat het nog 10 minuten staan. Daarna filter je het en kan je het opdrinken.
Als je wil, kan je het wat zoeter maken met honing.